Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Now. Sam die is thuis. We hadden Jordi naar school gebracht. Toen liep ik even heel snel mijn boodschappen te doen. Omdat ik niet te lang met Sam buiten wil zijn in verband met zijn oren. En had ik de huisarts gebeld voor, hè. Luister, dit is het van het weekend gebeurd. Ik wil eigenlijk gewoon of de huisarts even spreken en een verwijzing. Of wat het beste is. Ik zeg, hij zit nu aan de antibiotica. Ik zeg, dus dat wordt geregeld. Maar ja, hè, in de toekomst. Dus dat had ik gedaan. Toen werd ik de school gebeld. Jordi die heeft gewoon enorm veel buikpijnen momenteel. En dat is afgelopen weekend ook geweest. Vorige week is hij al de hele week buikpijn. Heeft hij al de hele week buikpijnklachten gehad. Zijn botox is gewoon helemaal uitgewerkt. Dus we moeten hem al meer helpen, et cetera. Dus we moeten echt al veel doen. Ja. Maar hij zat dus op school en hij had zoveel buikpijn. En wat ze ermee moesten doen. Ik zeg, weet je wat? Ik zeg, ik kom hem wel ophalen. Ik zeg, want als hij zo'n buikpijn heeft, ik zeg, dan gaat hij niks opslaan, gaat hij niks doen. Ik zeg, dat werkt voor jullie niet, dat werkt voor hem niet. Ik zeg, dus ik kom hem gewoon ophalen. Dus dat heb ik gedaan. En hij is nu thuis. Hij is niet ziek. Maar ik heb al wel enorm veel scheten uit zijn buik gekregen. Dus dat is al gebeurd. Mijn was aangezet. En alles. Maar ja, hij heeft gewoon nou eenmaal de ziekte van Hirschsprung. En dat is gewoon bekend. En vooral voordat hij botox krijgt, heeft hij dit. Want de botox is gewoon volledig uitgewerkt. En hij kan zijn ontlasting en zijn scheten niet meer kwijt. Dus ja, dat. Nou heb ik met school afgesproken dat ik even kijk hoe en wat. Ik heb wel gezegd dat ik hem een paar dagen thuis hou, zodat ik hem een paar dagen ook overdag kan helpen. Je moet even rustig doen, want anders wordt mama koekoek. Stoppen. Je hoeft niet te huilen, er is niets aan de hand. Ik weet waarom je huilt, je tut ligt gewoon op zijn plek. Maar goed, ja, we weten gewoon dat hij zo is als hij geen botox meer heeft. En dan kan hij gewoon niet goed poepen, dan heeft hij gewoon heel veel buikpijn. En ja, dan moet je hem ook gewoon helpen. Hebben we ook van het weekend een paar keer gedaan. Dus ja, dat. Maar dat betekent dat het voor mij even vandaag extra druk is. Dus ja, hè. Het is zoals het is. Oh, ik ben echt zo moe, hè. Sam is inmiddels in slaap gevallen. Liam is lekker aan het spelen. En Jordi, die heb ik echt... Nou, ik heb ermee geknokt, hoor. Want ja, hij had zoveel buikpijn. Ik heb hem wel wat ontlucht. Laten we het daarop houden. Laten we het echt daarop houden. Maar ik heb een pakketje van Shine. In ieder geval, ik heb een pakketje binnen. Want ik had bij Shine. Whatever. Had ik wel besteld. Ik heb het al uitgepakt. Maar ik word er wel altijd heel vrolijk van. Ja, ik ga het jullie laten zien. Ik had laatst ook bubble tea en zo allemaal geprobeerd. Nou had ik zitten kijken naar rietjes. En het is heel leuk, die siliconen dingen. Maar ik vind die gewoon niet fijn. Dus ik heb rietjes besteld van glas. Ik ben toch de enige die dat drinkt. Dus, hey. Ik word daar gelukkig van. Als ik dan lekker rustig mijn bubbeltje kan drinken. Oh ja. En dan had ik deze. En deze is met kikkers. Er zit een gedachte achter. Want hier in Den Bosch is het Oeteldonk. En dat zijn kikkers. Dus dat is daar aangedacht. Ja, en deze, als jullie mij langer volgen, dan gaan jullie deze echt zeker snappen. Hier staat op, I'm fine. Ja. Ik vind het gewoon grappig. Ik vind dit grappig. Ik kan hierom lachen. Ik word wel gelukkig van zulke dingen.
Maar die niet alleen. Ik heb ook deze besteld. Deze. Ik word hier gewoon gelukkig van. Ja. En het is dat ik niet zoveel ruimte had. Maar anders kocht ik wel elke maand zoiets hoor. Ik word hier gewoon gelukkig van. Maar goed. Hè? Nee. Het is zoals het is. Ik wou eigenlijk vragen of een vriendin van mij dan hier iets op wil maken. Gewoon iets grappigs. Die kan dat namelijk. En zoals jullie weten hebben wij met Liam dat we fijne motoriek moeten gaan oefenen. Dus ik heb deze besteld. Deze kan ik samen met hem gaan doen. Ja, dat. Het zijn van die magneetdingetjes. Daar kun je dingetjes mee bouwen enzovoort. Dus dat is de bedoeling. Deze leg ik nu nog weg. Omdat iedereen thuis is. Maar ik ga binnenkort ga ik hier lekker met hem mee aan tafel zitten. En dan ga ik dat met hem doen. Of papa doet dat. Of in ieder geval gewoon met hem dit oefenen. En ik heb denk ik wel vaker ooit verteld. Sowieso hebben jullie het gezien. Kijk, bij Liam moet alles gesorteerd zijn. Want dat vindt hij prettig. Sam is daar niet zo moeilijk in. Jordi ook niet. Maar ja, Jordi boeit het gewoon totaal niet. Dus daar ga ik ook geen moeite in steken. Maar voor Sam vind ik het wel leuk om het dan ook te doen. En niet omdat, hè. Maar dan met wat Sam lekker vindt. Hoe Sam het lekker vindt om dat dan zo te maken. Heb ik 3 vakborden besteld. En deze vond ik wel heel grappig. Ik heb van die lunch trays besteld. Ook wel makkelijk. Want ja, dan kan ik het voor hem beter organiseren. Misschien wel wat makkelijker voor hem ook. Dat was wat ik besteld had. Gewoon met de gedachte van, hè, voor de toekomst, et cetera. Dus ja. En hier kan ik ook bijvoorbeeld een monkey platter en zo van maken. En, nou, helemaal prima. Maar Jezus, wat ben ik moe. Ik heb vandaag echt al hard gewerkt met Jordi om zijn buik rustig te krijgen. Ik heb het een en ander uitgekregen, maar nog niet alles. Dus ik moet vanavond met Niels nog even aan de slag. Ik moet nog doktertje spelen vanavond. Maar dat komt wel goed. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik het een en ander nog gedaan. Ik heb dit hier helemaal opgeruimd. Dit opgeruimd. Dus ja, dat heb ik allemaal gedaan. En vandaag zijn we allemaal thuis. Jordi is al wakker. Liam is al wakker. Sam die is nog in slaap. En die laat ook gewoon lekker liggen. Dus ja. Wat? En hoe het vandaag allemaal gaat lopen, ik heb geen idee. Ik weet alleen dat ik picknick heb besteld. En dat ik zoiets heb van, we gaan zien hoe het deze week loopt. Is hij al op? Nou, doe je goed. Zet je hem ook even in de keuken dan. Oh, hij is zo zeurig. Maar goed. We gaan zien hoe het vandaag loopt. Ik heb geen idee. Dus ja. Wat? Voornamelijk heb ik heel veel werk met Jordi. Want hij heeft weer een bolle buik. Dus die moet ik weer gaan helpen. Nou, het is feest hier. Dit is Liam. Ik ga mijn zetpil geven voordat hij ook weer een... Hoe noem je dat? Koortsstuip krijgt. Want dat. Liam slaapt nu eindelijk. En ik had zoiets van, nou dan heb ik tijd om mijn koelkast te doen. Want om over een half uur, 3 kwartier komt picknick. Ik denk, dan heb ik gelijk, hè. Want ik heb voor, even kijken, tot en met vrijdag heb ik boodschappen in huis. Daarna waarschijnlijk ook nog wel, want ik heb wat dingen aangevuld. Maar ik had zoiets van, nou dan heb ik in ieder geval, hè. Ik heb namelijk geen zin om nog gezeik daarmee te hebben. Maar ik denk dat de herfstvakantie voor ons dit jaar vroeg valt. Want volgende week is natuurlijk herfstvakantie. En ja, dat. Dus ik ga het heel even afwachten. Ik heb hem al wel afgemeld voor school morgen.
We gaan het gewoon even kijken. Jordi gaat oké. Nog niet super, maar oké. Dus ja, we gaan het zien. Een goedemorgen. We hebben vannacht eens een keer goed doorgeslapen. Joef komt achter me zitten. hij heeft nog steeds koorts. En hij... daar gaat het eigenlijk wel oké mee. En hij gaat het nu ook eigenlijk wel oké mee. Ik denk dat ik door het allerergste heen ben. Hij heeft nu voornamelijk een rode kont. En is heel lastig te verzorgen. Als in zijn kont is rood. En ik doe er alles aan om het weer goed te krijgen. Ik heb al eerder uitgelegd in video's, in vlogs, hoe ik dat doe. Dus dat. Je moet niet Sam gaan zitten labberen. Want dat wil Sam niet. Ga gewoon liggen. En ja, dat. Het wat oh. Hij is zo niet lekker, hè? Maar goed. Dat kan. Dus ja, dat. Vandaag gaan we maar weer op de verzorgingstoel. Zuster Mandy, tot uw dienst. Nee, je was lekker aan het koeleren. Wat was haar? Dat mag gewoon. Als je me niet trekt, dan vind ik het prima. Blijf van mijn oortje af. Ik ben ondertussen weer de podcast aan het luisteren. Maar hij wou net knuffelen. Niet in mijn oor. Hij wou net knuffelen. Maar hij begint weer wat te boeven. Dus ik denk dat hij zegt wel aan het werken is. Poppie, joh. Je bent een gek kind, jij. Jordi is natuurlijk niet ziek. Die heeft buikklachten. Hij is niet top, maar hij is niet ziek. Doe maar uit, dan mag je gewoon uitdoen. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Even Liam ondertussen helpen. Maar hij is in slaap gevallen bij de fysio. Dus dat. Zo, het is nu allemaal weer even rustig. Maar Jordi was in slaap gevallen bij de fysio. Nou ja, dat kan. Hij is gewoon niet topfit. Heeft ook met zijn buik te maken. Het is zoals het is. Maar wij vinden het wel belangrijk dat hij dan... ook al gaat hij daar slapen. Hij heeft ze even gezien. En hij weet dat ze er nog steeds is, zeg maar. Dat. Dat is heel belangrijk. En dus we zijn zover. Nou ja, dat betekent waarschijnlijk dat onze herfstvakantie vroeg begint. Dus ja. Soms heb je dat wel eens. Goedemorgen. Ik weet niet wat er heerst. Of hoe en wat. Maar hij had oorontsteking en verkoudheid. Hij had gewoon koorts en was niet lekker. En Jordi lijkt weer aan de diarretes te zijn. Of ja, diarretes. Het is niet helemaal van je van het. Maar ja, dat maakt verder ook niet uit. Alles blijft gewoon thuis. Ze zijn alle drie nog niet helemaal lekker. Het is vandaag donderdag. Laat ze maar eventjes griepeloos worden. Dus dat. Nee. Doe maar weg. Ja, gooi maar weg. Mama, doe maar in de wasbak. Dat. Dan denk je, oh, het gaat iets beter. Blijkt het toch niet beter te gaan. Wat is er? Ja, dat komt niet van mama's haar. Of mama's zijn niet grijs. Al denk ik wel dat ik dat heel snel van jullie ga worden. Maar ik ben nog niet grijs. Ja, dat. Ja. Oh, echt? Oh. Maar Jordi is vannacht de hele nacht op kant wakker geweest. Niels is bij hem geweest.
Niels die zei, mama, blijf jij maar lekker even in bed liggen, want je hebt morgen weer de hele dag met hun. En dat is ook gewoon zwaar. Ik ben blij dat hij dat in ieder geval erkent. Ze hebben wel wat geslapen, maar niet super, super goed. Ik heb lekker een podcastje aan staan en ik heb lunch voor de jongens gemaakt. Dus spekkoek, komkommetje, een beetje eiersalade, een croissantje en broodstikkies om te dippen. Die sausen. Ik weet niet of ze mijn eiersalade lust, dat moet ik proberen. Nee, doe je zo. Nee? Oké. Hij moet maar kijken wat hij doet. Voor Jordi ga ik ook eventjes lunch maken. Dat worden croissantjes en een stukje suikerbrood. Deze snottekont, die is al de hele tijd bakken. Dus de tablet is uit, maar ik heb nog een tablet, dus ik kan hem zo een andere tablet geven. Maar dat waren we nog niet aan het doen, want we waren aan het spelen. Liam die zit boven, want die heeft straf. Tja, moet je maar luisteren. Hij heeft nog wel iets of wat verhoging, maar het gaat al een stuk beter. Hij heeft nog geen paracetamol op, maar hij zit op de 37,5, 6, zoiets. Dus ik vind dat nog niet paracetamol waardig, zeg maar. Jordi heeft vanochtend wel paracetamol gehad, maar hij had vandaag verder nog geen verhoging gehad. Jordi die zat straks op 37,9. Ja, dan geef ik wel een verhoging of een paracetamol, want ja, koortsstuipen en dat soort dingen, daar hebben we niet zoveel mee. En Jordi is daar al bekend mee. Dus vandaar. Sammy, daar gaat het eigenlijk wel goed mee. Hij heeft gisteren zijn laatste antibiotica gehad. Dus dat. En Sammy zit daar. Maar hij is nog steeds niet 100% in zijn. Ik weet niet eens of ik hem net goed gefilmd heb. Maar goed. Hè, het. Maar ik ga even verder met lekker spelen met Jordi. Hij is zo aan het snotteren, hè. Kleine viezerik. En als mama het dan schoon heeft gemaakt, 2 minuten later ziet het er weer zo uit. Lekker ding. Dus ja, ik ga even verder met mijn jongen. Tadaa. Wat krijg je ervan als je s'nachts niet goed slaapt? Dan hou je de dag gewoon echt niet. Boven ligt er ook één te slapen. Dus we zijn samen. Ik ga zo dadelijk eventjes mijn hutspot onder elkaar zetten. Want die is klaar. Die had ik in de slowcooker zitten. En ja, dan is dat ook alvast klaar. Kan ik alvast weer de vaatwasser uit- en inruimen, et cetera. Dan is dat klaar. Dus ja, we gaan zien hoe het vandaag loopt. Ik heb echt geen flauw idee. Alles is weer aan kant. Kindje ligt op bed. En ik ben blij dat het avond is. Ik ga zo lekker douchen en mijn nest in. En morgen weer een dag. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.